Het directoraat Duurzaam Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland, DOASB, heeft recentelijk een voorlichtingsprogramma georganiseerd op de LBO-school in Brokopondo. Dit initiatief was onderdeel van een breder project gericht op de ontwikkeling, documentatie en vastlegging van de cultuur van Afro-Surinamers in het binnenland. Het doel was om jongeren bewust te maken van culturele waarden en veilig seksueel gedrag. De informatiedag bestond uit drie delen: culturele overdracht, voorlichting over seksueel overdraagbare aandoeningen en reproductieve gezondheid. Tijdens de sessie over culturele overdracht leerden de leerlingen op een creatieve manier van Ifna Vrede over culturele aspecten, zoals Dakoyo, Dakosu en Dakamisa. Verder namen de leerlingen deel aan traditionele spelen. De voorlichting over seksuele gezondheid werd verzorgd door SAFE, een groep enthousiaste jongeren die eerder verbonden waren aan Stichting Lobby. De laatste sessie, geleid door de UNFPA, gaf uitgebreide informatie over seksuele gezondheid en het verminderen van menstruatiearmoede. Dit programma was een proefproject en het directoraat is van plan dit initiatief uit te breiden naar meerdere scholen in het binnenland.